De treinen tussen Zwolle en Almelo rijden nu over een enkele spoorlijn. Het zijn allemaal trage dieseltreinen. Elektriciteit boven het spoor levert een tijdswinst op van 8 minuten. Dat kost best een hoop geld zo'n 49 miljoen. Maar we zouden een dief van de eigen portemonnee zijn als we dat niet zouden doen. Want het levert per jaar 8 miljoen op. Dus het betaalt zich in 6,5 jaar terug. Volgens het onderzoek nemen dan meer mensen de trein en het bespaart veel brandstof. Maar eigenlijk wil D66 nog veel verder gaan. Het spoor moet verdubbeld worden. Dan kunnen op het traject ook intercities rijden. Maar dat kost 250 miljoen. Dat kan zelfs een rijke provincie Overijssel uh, niet betalen. Nou, en daar hebben we het Rijk uh, voor nodig, ProRail en misschien ook uh, de Europese Unie. Want het ligt op die hele belangrijke verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. In mei of juni gaat D66 ervoor pleiten in provinciale staten.